zijn we eerst even nog Jeroen gedag bezig zeggen. En we moesten eerst even tanken. En de bandenspanning moet even gedaan worden. De tuin is ongeduldig. De eerste ochtend. Het is 8:45 zo'n beetje. Dan gaan we even een bakje koffie zetten. Ja, dan gaan we eerst een stukje rijden en dan gaan we ontbijten. Nou, we zijn weer onderweg. We zijn alweer een eindje gevorderd, want we zijn nu bijna bij Maastricht. Wat zeg je, Teun? En hier heb je een nieuwe 50er. Ja. Dus pas bij de club. Ja. Ik merk het wel hoor, gelijk, want ik moet veel vaker naar de wc doen. Ik heb het niet zo lang ophouden. Oh. Ik ga aan het eind van de vakantie een parachute springen, maar ik moet voor die tijd nog even medisch gekeurd worden. En daarom moeten we nog even een medische keuring ergens regelen. Dus we gaan het hier even regelen. Je zegt 8 dagen, 5 sprongen. Dat betekent dat je, dat lijkt me, ja. Nou, we zijn inmiddels in België. En we hebben de fietsen gepakt en we gaan een rondje Spa-Francorchamps en dan gaan we nog even naar langs de watervallen van Kool. En dan weer terug naar de camping, hè. En dat zal ongeveer 60 kilometer zijn. Ja, dat is weer. Zo, we zitten midden in Spa. Er is kermis op het plein. We hebben daar de VVV waar we een hele tijd geleden eens een keer een kaart gekocht hebben. Zo, dat gaan met die heuvels. Moeizaam, hè? Ja. We worden ook een dagje ouder. Zo. Nog heel weinig fietsend gefilmd dit jaar. En we zijn nu richting Francorchamps. Nou, ook hier zitten we weer op een bekende plek. Want we zitten hier in Stavelo en volgens mij hebben we daar op dat terrasje toen ook met de hoogomers gezeten. We gaan nu naar Kool toe, hè? Ja. De water van een kat van Kool. Want ik denk dat het nog een uurtje rij is. Nou, we zijn hier al een keer geweest, maar nu zijn we even naar beneden gelopen. Vind je het mooi, Ger? Nou, we gaan weer. We staan hier weer op een bekende camping van ons. Ja, garage. En we hebben ons gemeld bij het café, maar er is daar niemand. Dus. Goedemorgen. Wat is het voor dag vandaag, Ger? Ik ben jarig vandaag. En kijk wat ik gehad heb. En een lekker geurtje. Zal ik het laten zien? En een lekker geurtje. Nou, dat is de jarige. En ze voelt zich helemaal niet jarig. En ik heb nog wel zo mijn best gedaan met mijn cadeautjes. En Suzanne heeft gebeld al. Ja. We hebben net nog even gelopen. En we gaan nu de stad in om een pizzaatje te halen. Voor Rina is het geld, hè? Ja. Nou, we zitten hier in, hoe spreek je dat uit? Trooijes. Trooijes zitten we. Nou, Ger, hoe smaakt die? Nou, we hebben er even een tijdje op moeten wachten, maar we nemen toch eindelijk onze pizza. Zie je die rimpels allemaal? Nou, omdat het 49 werd. Hij smaakt toch goed, hè, Teun? Ik vind hem hartstikke lekker. Wat een lekkere salade erbij. Het was alleen niet een echt heel gezellig ding. En Ger moet weer betalen, zelfs op een verjaardag. Kom je er niet? Ja, maar nu van Rina de geld, hè? Oh ja. En ik film even het straatje waar we in zitten. Omdat we verder niet meer tegenkwamen, gaan we nu maar bij deze tent even een ijsje halen. Nou, wat heb je voor je lekker vet? Een schotijs met dingetjes erop en karamelsaus. Vandaag donderdag. We hebben alweer een stukje gereden. En weer eens een keer benzine tanken, want dat is wel even wennen. We rijden weer van pomp naar pomp. En we gaan weer eerst even boodschappen doen, dan gaan we even ontbijten. Brunchen eigenlijk. Ja, dat is zat, Ger. Nou, we nemen een pen, kom op. Ja.
We hebben even afrekening. We zitten niet op de camping, maar we zitten aan de Loire. Loire. We zijn even gestopt op een parkeerplaats hier al. En toch wel lekker zonnetje, dus we zijn even. En Ger heeft het maar over die avond, hè, hoe ze dat geregeld hebben. Daar raakt ze me niet over uitgepraat. Eens het bespreken, van anders dan overleg je dat altijd met elkaar. En nou moest ik het alleen doen. En dan s'avonds wilde ik zeggen van, of had je toch al koffie gewild? Wilde ik dan zeggen, maar dat mocht dan niet. Leuk, hè, zo. Kijk, en onder het rijden ziet de camper er zo uit. Alles valt natuurlijk om onder het rijden. En daar staat afwachting op van vanmorgen. Elke morgen moet ik je zo filmen. Waarom? Nou, omdat je altijd de laatste eruit komt. Nou, het is prachtig mooi weer. En we zijn hier als denk ik als laatste op de camping. Nee, het is gewoon hartstikke rustig. En onze camping is hier aan een riviertje. En het dampt helemaal een beetje. En dan hebben we daar de camper. Nou, we zijn nu in Cognac en we gaan even naar een supermarché. Dan ga ik even brood halen en Teun gaat weer even knutselen. Want die gaat de benzinepomp die erin zit even veranderen. Want die, hoor je dat getik? Dat is de benzinepomp en dat moet anders. We zijn bij de boot om over te varen naar Soulac-sur-Mer. We moeten even betalen hier. Daar staat Teun in de rij. Natuurlijk weer in de verkeerde rij. Even betalen. Met de creditcard. Naar Lac-sur-Mer. Dat ligt daar aan de overkant. Het is een 40 minuten varen. Ja. Nou, onze camper staat daar ook. We moesten dit was oprijden. Nou, de klep gaat omhoog. We varen ook gelijk. En we draaien ook gelijk. Wachten voordat je eraf mag. Wij hebben straf, we moeten er als laatste af omdat Teun meteen weg wilde rijden waarschijnlijk. Nou, het is wel erg druk bij de boot hoor. Er staan al een heleboel te wachten daar. Kijk eens even. Nou, we staan inmiddels op de camping. En daar verderop heb je dan het vliegveldje. En we gaan vanmiddag eerst nu even op pad voor de medische verklaring. Nou, we zijn in Soulac-sur-Mer en we zijn eerst naar een ander dorp geweest voor een van arts, maar die heeft pas om 6 uur spreekuur. Dus we gaan nu even naar het VVV toe. Nou, dit hele mooie, prachtige huis. Het is het huis van de dokter, waar Teun dus een verklaring moet halen. Ik loop nu naar de deur. En dan zit Teun daar heel netjes te wachten. Nou, de dokter, dat was helemaal niks. Die zag er een brood in, dus we moeten vanavond toch weer terug. Naar die eerste dokter waar we waren. We zitten hier aan het strand van Lac-sur-Mer. En nou, het water ziet er hartstikke wel lekker uit, vind ik. IJs eten. Vol bij strand. Nou. Een lama. Is het zo? Maar ze hebben nog wat dorst. Nou, we zijn met de volgende dokter.
Gerrit heeft de fiets op slot gedaan. En dan gaan we naar weer. Hij is goedgekeurd. Hij gaat allemaal achter. En hij mag nu ook weer duiken. Certificaat. Alle certificaten hebben we nu, gelukkig. Ik mag plonzen. Ja, dat is voor de plonzen. En dit? Dit is voor certificaat niet te lezen. Ja, maar daar mag je mee duiken. Nou, genoeg vind ik dit. Nou, Gerrit gaat dit even combineren. Ons ritje naar de dokter. Hij gaat zo vast een broodje halen voor morgenochtend. Ger met haar eeuwige administratie. Ja, en jij wil. Jij vindt het niet leuk dat ik dat doe. En dan moet ze het fietsboek nog invullen. 62 kilometer. Zie je? 9 uur. En we leven hier als God in Frankrijk. Nee, mooi weer gewoon. Het eerste vliegtuig is opgestegen. Ja? Nou, rennen. Ja, je gaat de verkeerde kant. Nou, trainen voor de marathon. Nou, we hebben over een prachtig mooi fietspad heen gereden. En we komen nu weer. Hier heb ik iets aan de kust. Dus we gaan straks gaan we weer verder. Overigens, het staat hier heel vol met campers. Dan een paar meter van de kust af. Dus die staat hier eigenlijk hartstikke mooi. Geen, we gaan weer! Ja. We gaan weer! Ja. Nou, dit is toch hartstikke leuk. Dat we dat hier zo tegenkomen. En ik heb het voor een geintje gezegd toen een tijdje terug. Maar nou, kijk, het is het pad voor Pestella. En het is verdomd. Ik vind het zo leuk dat we dit nou tegenkomen. Maar we gaan er niet naartoe hoor, maar ik zou het best willen. Hé? Ja. Helemaal door het bos. En we gaan helemaal door het bos. En nu gaan we heel een stukje terug. En dan gaan we eventjes ons broodje opeten. En even water pinken. En dan gaan we weer terug. Nou, we hebben onze fiets even bij het strand even neergezet. Bij het looppad. We zijn nu eventjes ons broodje opeten. En dan gaan we dezelfde weg weer terug. We hebben onze waterpink even volgegooid. En dan kunnen we weer. Ja. Bekende camping, hè? Ja. Nou, kom op, het is 5 over. Ja, je moet je even omdraaien. Want, nou. Ja, maar die foto die zit in je zak. Hè? Maar overdag, als je dan toch denkt, ja, maar ik wil wat drinken, hoe kan, gaat dat dan? Dan hebben we die ijskast die daar staat. Die gaat om 6 uur dus op spot. Maar 's ochtends is die open. En daar is allemaal drankjes in. Alcoholvrij, geen alcohol. Nou, dan pak je iets uit en aan de zijkant maak je de turflijst en dan zet je een spek. Nou, het systeem dat doen we al een jaar of 10. En ik wil het graag nog 10 jaar zo houden. Dus graag een streepje achter je eigen naam. Dan moet je gewoon nog een streepje doen. Nou, dit is de groep. We krijgen nu een rondleiding. Dus dit Ger is erbij, dus die brief het zak wel even over. De vuilhangaar. Ja, dat is een slider. Een slider is eigenlijk een openingsvertraging. Je moet je. Dit is de voorkant. De voorkant zit allemaal gaten. We hebben binnen in die pasje zie je allemaal zijwanden en er zit ook allemaal gaten in. Ready? Ja. Go! Les 1, les 2, les 3, parachute. Tellen, les 1, les 2, les 3, parachute. Ready? Les 1, les 2, les 3, parachute. Ready? Yes, go! 1000, 2000, 3000, 4000.
Ja? Nou, we hebben allemaal oefeningen gedaan. En we gaan straks daar naar het vliegtuig toe. En dan gaan we nog een paar oefeningen doen op de grond dan, hè. Ja, maar straks, je hebt natuurlijk een heel pack op je rug. Ja, daar zit je een beetje zo. Dus je zit zo ongeveer hier. Gaat hij lekker zitten zo. Hapsa. Nou, lekker. Kom op. Ja. De Chinees, hè. Het is klaar, is het. Waar gaan jullie naartoe, jongens, nu? Ja, een beetje harnas testen. Oefenen, kijk uit, kijk uit. Wat ik oh. Zerfpro sturen. Nou, wil ik nog even een paar keer doen. Gewoon droog oefenen op de grond. Hele verhaal, even allemaal tegelijk. Benen. Kijken. Kijken. Pakken. Pakken. Kijken. Trekken. Pakken. Trekken. Duizend. 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 Dus mocht je nou op een gegeven moment helemaal kwijt zijn. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de laatste. Dit zei ze nou. Jullie hebben ze wel ergens mee opgezadeld, hoor. Ja. Teun de Bikkel gaat het maken, absoluut. Goed aantrekken. Ja, kijk, normaal gesproken was ik er ook niet bij, dus ik kan u niet gaan helpen. Microfoontje in zijn oor en de hoogtemeter totaal is hier. Bij Lia. Ja? Nou, dan was ik het even checken. Dat ze de lucht in gaan. Hoi, ben mij klaar? Ja, ik moet even stuurbriefing doen, Leon, hè? Ik ga wel naar mijn lachsteun, hè? Ja, natuurlijk. Ik doe het nou al. Ja? Teken. Ik ga niet indraaien als je bij het einde van het veld bent, maar ervoor al. Ja? Vlak ervoor. Zodat je niet over die lijn heen gaat. Ja, lopen naar het vliegtuig. Ja. Het wordt niet goed geteld, vliegtuig toe. Niet erin. Ga helemaal doorschuiven naar het vliegtuig. Ah, kusje. Het is wel erg krap, hè, Tuin. Nou, en het begint ook een beetje te ruiken hier. Ja. Dat zijn Joris' schoenen. Wat reis op. Thank you.
nog eens. Je kwam achter je chute terecht, dus... Ja, met landen. Die chute kwam over me heen, weet je wel. Zo, ja. Ja, dus, het, dus toen zat ik tussen al die draden zat ik in. Dus. Oh. Nou ja, gelukkig niet met naar beneden gaan, hè? En ik had zo'n, zo'n twist had ik erin zitten, hè? Oh, slag op drie. Oh. Dus toen, moest ik trappelen. Ja. En, maar hoe vond je het nou? Ah, ik vond het hartstikke gaaf hoor, want als je er eenmaal hangt, dan, ja, dan is het mooi hoor. Dan leg je hier je parachute weer neer. Dan moet je er een zootje uit en dan is het klaar. Dan gaan we aan de volgende sprong worden van het begin. Hoe dat wint, nou, want ik was de derde die eruit ging. Dus ik heb, nou, dan kom je in die deur te zitten, maar je krijgt toch een zootje tegenwind. En nou, dan kijk, alles goed. Ik spring eruit, maar ik vergeet, ik vergeet helemaal te tellen, mijn hele houding vergeet ik. Ik denk dat ik een paar keer over de kop ben gegaan. En maar dan voel je plop, weet je wel, van tot die parachute. Volgens mij maak ik de 20 buitelingen. En ik had ook een twist erin zitten. Ja, dat is zelf ruiken. Ja, dat was eigenlijk, dat ging eigenlijk wel uit. Ja. Maar ik, volgens mij heb ik alles fout gedaan, want ik heb alles fout van jullie. Ik ben benieuwd naar het filmpje. Dat was het. Ja, dat was hartstikke leuk. Ja. Maar ook, je hebt geen idee als je zo hoog hangt, hè, van... eronder nog een keer. En dan, ja, dan op een gegeven moment denk ik, als je eigenlijk toch wel heel even van het vliegveld. Heel het van het vliegveld af, hè. En ik dacht, kom ik er eigenlijk nog wel van. En ik vond het jammer, want ik ging hartstikke mooi op het veld af. Maar hij stuurde me naar het tweede veld toe daarop. Want ik had het makkelijk dat ik het gered. Ja, vanwege die lijnen waarschijnlijk. Ja, ik vond het best eigenlijk wel hoog eigenlijk. Ja, maar we zaten ook niet op 4,5. Ja, we zaten op 4 jaar. Ja. Nou, het is dinsdagochtend en iedereen die zit te wachten op de tweede sprong. Zo te zien zijn er geen afvallers. Je levert daar je logboekje in en dan word je ingeschreven. En dan is het wachten tot er een vliegtuigje vol is. Martijn, die legt uit wat voor uitrusting die heeft. Nou, allereerst is dit... Dit is om mijn parachute los te trekken, mijn hoofdparachute. Dus als dat niet goed gaat, dan geef ik hier een roze aan en dan ben ik mijn hoofdparachute binnen kwijt. Ja. Dan is deze, dan trek ik mijn noodparachute mee. Ja? Ja. Oké. Okay. En hier lees ik mijn hoofd dan af. Ja. Ja, oké. Okay. Hier lees ik mijn hoofd dan af. Ja. Hiermee, dat stop ik in mijn oor, dat dingetje. En daar word ik, heb ik contact met de grond. Van die begeleiden me bij het landen. Ja, met die meneer die daar zit. Dus die houden dat in de gaten met het werkkijkertje. Ja. En dit is voor als ik echt een rare... Ja, ja. Nou, en draai je dan eens om, hoe ziet je parachute eruit? De bovenste is de reserveparachute en daar beneden is de echte parachute, hè? Ja, en hoe heet dat? De parachute. Daar zitten ze in. Hoofdparachute. Oké, moet hij echt op je oor? Nou, is iemand blijft. Ja? Jo. Perfect. Ger gaat van iedereen foto's maken. Dus die moet nu tegen het randje van de camping opgestaan. Dus het hebben ze het er hartstikke druk mee. Thank you.
check-in, check-out. Waar is u, Tom? Hij is helemaal groen. Dus dat moet. Valt lekker op, denk ik. Elke meter om. Radio. Hier, Carmen. Er wordt zoveel gefilmd door die andere man. Hoe voel je je nou? Nou, ik voel helemaal niks eigenlijk. Ja, daar gaat hij. Dus, ze gaan met het grote toestel. En hij gaat er waarschijnlijk als laatste uit. Heel mooi. Nou, alles weer uit. Hij heeft net zijn AFFF gesprongen. Wat het dan ook wezen mag. Jarig. En hij moet heel hard werken. Niet toch? Blijf lachen. Je blijft lachen en je blijft jaren. En ik krijg kosten op mijn ogen. Van het verbranden. Ja. En het is nu woensdagochtend. Dus het stinkt hier. En ik heb een poepie gelaten nu net. En we zitten hier al vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Het is al de zesde dag dat we hier zitten. Nou, het was vanmorgen een beetje rot weer. En nou, rot weer helemaal, het waait een beetje en bewolkt. En vandaar dat wij een stukje zijn gaan fietsen. En nu komen we allerlei druiven toestanden komen tegen. En inmiddels is het alweer mooi weer geworden. Ger, ja? Kom op, we gaan. Nou, we gaan hier dus draaien. En we gaan nou dus weer terug naar het vliegveld. Nou, het is wel een mooie omgeving, alleen het is allemaal een beetje vlak, hè. Ger, we gaan. Nou, Ger is op een of andere manier helemaal gek van dennappels. Dat doen we elk jaar en we laten ze ook elk jaar in de camper gewoon liggen. En Ger, heb je al? Ja, bijna. Nou, er liggen hier ook wel mooie, dat is waar. Nee. Wat wil je daar allemaal mee doen dan? Het mandje op mijn blauwe bankje. Dan zijn we vanmiddag rond een uurtje of vijf zijn we weer terug. En dan hoop ik vanmiddag dan mijn laatste sprong te maken. Het is
nou voor de laatste keer hier door het straatje van Sulak. We gaan straks naar het vliegveld en dan stoppen we ermee. We filmen het ook nog voor de laatste keer. Hij komt er als eerste uit dit keer. Dat is Tuin. Laatste sprong. Het is allemaal heel mooi, maar ik ga toch deze laatste sprong nog eventjes fotograferen. Want ik heb vanmorgen ook al de landing gefilmd. Dus ik ga nu nog even foto's maken. Ik kan nog heel lang wachten. Heel veel. Ik ga mijn foto's te pakken. Oma met de kinderen. Hè? Met de kleinkinderen. Mams. Kijk, en hier heeft ze verstand van, hè? Weer overnieuw doen. Ja, dit is gewoon een beetje. Ja, dat staat er wel goed op. Ja, dan moet je hier voor de gaan staan. Ja, nou, heel goed. Nou, daar gaan we. Weg. Zo, we zijn alweer een 150 kilometer op pad. En we hebben even gegeten. En nou, we gaan zo weer verder. We zitten hier bij een meertje en dat staat helemaal nergens aangegeven, dus je moet zo in één keer wop remmen op de weg en dan straatje in en dan kom je hier. We staan hier op een municipaletje bij een sportveld. Nou, dit ken ik me niet eerder herinneren, dat Ger hier buiten het afwas is. En we hebben ook eens ook buiten gegeten. Hey. Kom op dan. Nou. Zo, we gaan weg van de camping. Ger had er eigenlijk een beetje de pest in, omdat het werd, nou, we gaan vroeg weg, dan hoeven we niet te betalen. Maar de mensen van de camping waren er toch op tijd, dus we moeten zelf de boom open doen. Nou, we gaan maar een klein stukje rijden. Ja. En dat moet ook wel, want het is al 9:45. Ja, kom op. Om half elf moeten we weg zijn. Nou, we zijn inmiddels in het plaatsje hier gekomen waar we de tweede camping gaan bezoeken voor vandaag. Nou, dit is dus vers. Ja. Nou, het is een heel leuk plaatsje dit, hè. Nou, we zijn inmiddels op onze nieuwe camping gearriveerd. En dit is de camping waar we al een paar jaar geleden ook al op gestaan hebben. Aan het water. Nou, we moeten gaan. Kom op. Maar we zijn hier weg geweest. Nou, het is hier weer een prachtig mooie weg. En al die rotsen die helemaal over de weg heen hangen, dat is mooi. En Ger gaat de spleetoloog uit hangen. Ja. Ger, is er wat te zien daar ook? Nee, een spleet alleen. Een pleet? Spleet. Ja. Voor op te slapen. Plastieke regenbuien heb ik gehad. Ja, ik zat er ook middenin, je hebt een zeiknat. Ja. Nee, ze waren het land aan het besproeien. Maar ik weet niet of het nog te zien is daar al. Nou, we moesten weer even stoppen. Want Ger... die ziet... plots ziet ze allerlei pruimen. Alle pruimen leggen te schuimen. Zijn ze lekker? Lekker. Heb je hem al op? Ja.
Overal. Moest je ze niet afspoelen dan? Die Sint-Jacques. Ja, kijk. Sint-Jacques de Compostela met de schelpen erbij. Toch wel mooi dit. Grappig. Ook nog overnachtingsmogelijkheden. Ging lekker hè, die afdaling, hè? Ja. Leuk hè, dat je dit ook kan. Ja. We hebben hier even ons broodje opgegeten en nu gaan we weer terug, hè? Ja. Via een andere weg. Het zijn toch allemaal mooie dorpjes hier die ze tegenkomt. Hè? Nou. En we rijden hier langs de Celle. Nou, dat heb ik nooit geweten, dat ze hier in Frankrijk tabak hadden. Nou, we volgen nog steeds het riviertje. We gaan hier met een tunneltje in. Nou, dat is wel mooi. Ger staat er altijd achterlijk op. Nou, het is zondagmorgen. En we moeten nog even wat boodschappen doen. En de kilo de pomp. Nou, dan kunnen we wel weer vooruit. Nou, dit is wel leuk, vind ik. Een of ander... museumpje of zo. Met allerlei rare dingen. Nou, we gaan beginnen met onze kano-tour. Nou, we gingen de helse verkeerde kant op. Schaaf, hè, die glijbaan. Ja. Jammer dat we dat niet op de film hebben, hè? Bruggetje onderdoor. Zo. We gaan hier even ons appeltje eten. Lekkerger. Heerlijk. Ja, we gaan een slagje in de ronde. Ja, we lopen vast. We gaan de verkeerde kant op. Ja, jij zit alleen maar. Ja, je zit alleen maar. Ik ben aan het filmen. Ja. Nou, we gaan gewoon de goede kant op. Ger, we draaien nog steeds. Gezellig gaan we de goede kant op. Ger, ik word duizelig. Nou, we zijn inmiddels weer op de plaats van bestemming. En we worden met een minibus hier teruggebracht. Bootjes liggen daar al. Nou, we zijn een stukje in het fietsen. En we zijn er heel in meegereden met een Fransman. Voor 70 jaar. Alleen, die was ik eigenlijk een beetje zat. En Ger ook, volgens mij. Leuk bruggetje. En Ger zit daar op het puntje, daar. Dag Ger! Zwaai eens! Ja, zie je wel, het is er. Nou, we gaan onze route maar vervolgen. En dan zonder de Fransman, hè. Want ik versta er geen bas van. Hij had het iets over de Tour de France, die ook er van heuvel over was gegaan. En... mooi Ger! Met de regen. Dan zal ik ze even afspoelen. Ja. Hmm. Hop. Lekker. Hmm. Nou, dan gaat Ger hier eventjes een foto van maken. Etang is dit, hè? Nou, we zijn weer op onze camping beland. We hebben het zwembad voor de deur staan. Of liggen. En voor de rest is het hier lekker rustig, hè? Ja. Nou, we hebben heel weer een mooie... klein campingje is het, hè? Ja, maar we hebben weer een mooie route gereden, hè? Ja, hartstikke. 31 augustus. En Tuin vindt de tijd dat de raam eens een keer gelapt wordt. En dan gaan we naar rechts. En dan gaan we richting... hoe heet het ook weer, Tuin? Rodes. Rodes. Zo.
gaan weer even de boodschappen doen. Bij meneer Wolf. Nee, je hebt je karretje nog leger. Nou, we zitten inmiddels bij de tarn, daar beneden. Dat is dan de tarn. Daar gaan we naar naartoe en daar gaan we een campingje zoeken. Nou, daar in het dorp daarboven, dat hebben ze ook een camping, maar dat hebben we maar niet gedaan. Want anders moesten we deze helling helemaal op. Nou, we zijn daar toch een stukje gaan fietsen. We rijden hier langs de tarn en ja, dat is gewoon fantastisch mooi. Nou, we zijn met onze eerste echte kool zijn we bezig. Wat zeg je? Hier ga je weg van de tarn. Ja. En het is echt een mooie haarspelbochtjes. Nou, het is nog niet echt extreem hoog. Maar... dat is even leuk om te wennen, hè? Nou, hier waren we vanmiddag ook. En nu moeten we nog een stukje... nou, een stukje langs het water. Hè? Ik ga naar de brug. Ger gaat naar de brug toe. En daar gaat Ger over de brug. Als je naar beneden springt, is het een kilometer. Ja. Nou, we zijn hier weer even gestopt. Dit is een mooi, dit is een mooi dorpje. Is gelukkig, Ger. Foto, hè? Foto. Hoeveel foto's heb je nog? Ja, je kan van elke bocht hier ook een plaatje maken. Ja. Nou, we zitten hier even in zo'n plaatje. We hebben even water gehaald. Bij een wc. En weer een pleintje waar ze allemaal aan het jeu de boule zijn. Hè? Nou, we hebben een mirabelle boom gevonden. Zijn ze lekker, Ger? Dit zijn nou mirabellen. Ja. Ik heb die ook in de winkel kopen bij ons. Nou, onze camping is hier aan de tarn. En wij staan hier echt een heel klein, klein stukje van het strandje af. Kijk, dit is eigenlijk een heel mooi plekje. We zijn al eens een keer weer aan het buiten aan het eten. En dat hebben we vroeger nooit gedaan, hè? Maar het is nou wel lekker omdat er geen vliegen zijn en zo. Nou, het zijn wel vliegen hoor. Nou, ik kom even tot Ger boeken zitten invullen, maar niet omdat dat zo per se moet. Maar ik heb net de camera heb ik uit elkaar gesleuteld, omdat er wat los zat. En nou ga ik even nakijken of hij het goed gedaan heeft. Ja, nou moet ik een hele tijd lopen natuurlijk. Hier heb ik dus onze boodschappen gedaan, brood en alles. En dan gaan we weer. Nou, we hebben hier even gebrunst, hè? Gebrunst. En we zitten hier nou in een natuurreservaat, hè? Ja, Park de Cervelle. Park de Cervelle. We gaan eerst naar Genolac. Ja. En dan rijden we naar Bessage. Nou, we rijden over een heel bochtig stuk weg heen. En ja, het is hier alweer prachtig mooi, hè? En die spoorbrug er in de verte, dat vind ik mooi. Nou, we staan inmiddels op onze nieuwe camping. En we eten nou niet alleen buiten, maar we wassen zelfs af buiten. Ja, binnen is het hartstikke donker. We waren van plan om tot een uurtje of 12 te rijden, maar het is 4:30 geworden. Ja. Nou, we zijn een avondwandeling aan het doen. Maar het is helemaal uitgestorven in de stad. Nou, dit vind ik wel mooi. En ik krijg het er niet helemaal op, maar het is een hele grote muurschildering. Ja, dat hebben ze dan wel knap gedaan, vind ik.
Nou, hier is uit het boerveld met tribunes. En daar gebeurt het allemaal. Nou, ze verlichten alles. En alleen, je ziet alleen maar oude mensen hier hoor. Ja. Nou, we staan hier op onze bekende camping. En ik sta hier boven op de stuwdam. En we zijn al gelijk helemaal verkeerd gelopen, want volgens mij moeten we naar dat dorpje toe daar hoor. En we zijn dus nu echt de verkeerde kant op gelopen. Nou, weer even een mooi plaatje. Dat dorp daar, oh, dat was? Osdansdoodwaarsland. Nou, het is constant klimmen, een beetje. En nou, het begint toch wel wennen. Ja, ik vind dat, dat strijklicht, dat vind ik zo mooi. Dit is echt heel steil, hè? Nou. Alle bramen. Goed, liggen tot vanavond. En daar op het monument waar we op uitkijken als we op de camping staan. Is het gewoon een klimrots. Scher als ik naar beneden kletter. Ja, kom nou weer naar beneden, want ik vind het helemaal niet leuk. Kom! Ze hebben allemaal diertjes genomen, hè? Slakken. Ja, ik schijn ermee uit. Kom op naar beneden. Nou, het is inmiddels 1 uur. En we hebben eerst vanmorgen een stuk gelopen en nu gaan we al de west gaan we op. Het wordt weer een beetje bewolkt, hè? Ja, we moeten opschieten. Waarom? Nou, kom op. Anders hebben we regen in de afdaling. Wel nee. Nou, het is best wel eens een keer leuk even dat klimmen. En ik zal altijd de film als Ger naar boven komt worstelen. Gaat goed, Ger? Prima. Kijk, ze neemt het buitenbochtje. Dat heeft ze geleerd van iemand. Of het stond in een boekje. Dan kun je even uitrusten. Nou, dit vind ik wel mooi. Daar verderop, daar, je kunt al mooi zien hoe het mooi naar beneden slingert. Nou, we zijn er weer. Op ons bekende plekje. Zo, we zijn nu bezig met de achterkant van Alpe d'Huez en we zijn nu naar de Col de Serene. Het is koud, hè? Nou, ik mag straks lekker mijn jasje aan. Nog één? Wat? Nou, applaus. Applaus voor jezelf. Nee, is goed. Zout in je ogen. Nou, dit is ook wel leuk zo. Wat er onderaan hebben. Nee. Ik weet het niet. Ja, toch wel. En beneden dat dorp daar ook. Daar gaan we straks naartoe. Kijk je uit. Jij moet ook altijd tot het uiterste gaan, hè? Nou, mooi hoor, met die sneeuw zo op de achtergrond. Hè? Ja. Voor de auto's is het 12%. Kijk, die kei die wordt door het huisje tegengehouden. Nou, dit hoef ik eigenlijk niet meer te nemen, want dat heb ik al een keer op een filmpje staan. Maar ja, als ik straks moet zoeken, dan kan ik het beter nog maar een keertje nemen. Kijk, we zitten hier weer bij die stuwdam. Hey, dit is ook leuk. Ja, heel in de verte. Die weg waar we straks op moeten met het tunneltje.
niet bent, hè, dan ben je zo blij als je hier bent, de tuin. Ja. Het lijkt wel of je door zo'n darm heen rijdt. Zie je, dan heb je aan het einde gang, het hele mooie licht. Nou, dan ben je. Ver rijdt op dit moment. Nee, nu niet natuurlijk, maar in welke plaats zitten we eigenlijk? Lans-le-Bourg. En dat is vlak voor de Esteran. 33 kilometer voor de Col d'Esteran. Ja. Daar maakt hij nou wel redelijk zenuwachtig over, hè? Ik niet. Ik red het makkelijk, vrienden. Ik maak me niet zorgen van jou. Je was gisteren, had je er ook een moeite mee. We staan hier op camping en daar een stukje verderop. Ja hoor, daar staat hij. Wat is er toch met je, Ger? Hey? Ik ga brood halen. Nou, we gaan de Esteran op. Nou, dat is die hoogste berg, dat is 2700 meter. Nou, ja. En we hebben datzelfde, dat doe je dus 30 kilometer. Dat hebben we met Alpe d'Huez ook gefietst. Dus. Ja, maar ik heb hem toch al in het ravijn. Nou, het is 15 graden en we gaan nu beginnen aan de beklimming. Ik had gezegd dat ik om het half uur even zou stoppen. Dus ik ben nu een half uurtje in het klimmen, dus ik wacht hier even op Ger. Ik film dan heel erg kort omdat ik maar heel weinig film nog heb. Dus geen commentaar nog, of wel? Nee, gaat goed. Nou, we zijn weer 30 minuten verder. Tot nu toe appeltje-eitje, hè? Tot nu toe appeltje-eitje. Zo, inmiddels weer 30 minuten verder. Nou, en daar komt Ger weer. Gaat goed? Ja. Zie je de druppel? Nou, we zijn er weer een half uurtje verder. En we zitten al midden tussen de bergbeekjes. Nou, ik vind het wel pittig hoor. Ja, het begint nu te tellen, hè? Potverdorie. 2 uur en 27 minuten. En ik ben er. Hehe. Alleen Ger we hebben. Nou, nog een klein stukje Ger. Onder het bord neerzetten, hè? Ja! Gaan, Ger. Nou, het was wel zwaar, maar ja, het ging toch goed eigenlijk. Ja? Ja. Maar ja, het is wel constant, kijk, het is wel constant 11%, hè. Zo, we hebben weer 30 minuten gereden. Dat wil ik toch even bijhouden. Nou ja, we zitten inmiddels alweer zowat in dal, dus waar we 2 uur over gedaan hebben met klimmen, zijn we nu weer een half uurtje beneden. Kou al nog, Ger? Ja, nog steeds. Kijk. Weer een half uurtje, iets meer, hè. Komt omdat ik een paar kilometer meer heb gereden. Als Ger. Ja, en ik zit hier maar te wachten. Ja, we zitten hier in een heel oud dorpje. Dat hebben we al met fietsen gezien, maar nou zijn we met de camper zijn we terug aan het rijden en nou zijn we even gestopt. Bonneval. Ook wel mooi, zo'n doorkijkje. Ja? Voor wie steek je de kaars aan, Ger? Moet je wel betalen. Mooie tegenlichtopname. Nou, we gaan nou weer naar de camper. En we zijn hier eventjes gestopt dan, hè?
Gerrit vindt het altijd een beetje eng om te stoppen hier zo. Nou, daar in de diepte is Val d'Isère. Kijk, in die weg gaan we volgen. Nou, we zijn weer klaar voor vertrek. Dus, nou, ik weet niet of we dit nog een keertje zien. Nou, dan gaat hij naar de volgende lift. Nou, verse sneeuw. Wat wil je nou nog meer, Teun, hè? Het is perfect, hè, Teun, hier. Nou. Ja. Doeg. Stoeltjes ligt weer omhoog. Nou, ik heb verder niet kunnen filmen dat ze... Hè? Helemaal zo was ik. Ja. Lood was ik. Nou, en nu gaan we, het is 10 overheen en nou, het is nou geen snowboarden meer, we gaan naar beneden. Nou, we stappen weer in het treintje. En dan gaan we door de rotsen naar beneden toe. Er is hier wel ontzettend veel bijgebouwd hoor, de afgelopen 3 of 4 jaar dat we hier geweest zijn. Nou, we staan hier heel erg mooi. Aan de moezel. Ja, echt een heel mooi plekje. Nou, we hebben vandaag nog niet gefilmd, maar we zijn op een camping aangekomen vlakbij de krant Ballon. En we zijn, het is nu inmiddels 6 uur. En we zijn even een wandelingetje aan het maken. Had ik het nou gezegd dat we in de moezel zaten? Ja. Had ik dat gezegd? Ja, Moezel. Oh ja. Nou ja, we zijn nog steeds aan het wandelen. We zijn op zoek naar de oorsprong van de moezel. Nou, dit is wel een aardig oorsprongetje. Het is donderdagochtend en ochtend. Het is inmiddels als wat middag, maar we zijn aan het ontbijten. Ik heb eerst even gelopen. Het is hartstikke lekker weer, dus nou, even buiten ontbijten dus. Zo, we zijn inmiddels aan het fietsen en we hebben toch weer een echte kool te pakken gehad. Nou, het is zo rustig, je komt daar niemand meer tegen. Wat zeg je? Ik ben hier! Hier! Nou, het zijn de laatste minuten van mijn bandje. Maar toch, ja, moet ik het even filmen. En weer vrucht eten onderweg, hè? Pruimen, peren, appels, bramen. Noem maar op. Maar je komt hier allemaal van die pracht van die meertjes tegen die ook vaak privé zijn. En Ger zegt dat je ze kunt kopen. Nou, op het laatste stukje film. Het laatste kolletje voor vandaag. Nou, zeg het nou maar. We zitten nu daar. We zitten nu in Col de Croix en ja. Dan gaan we hier over de route de Forts naar Colmont de Fourche en dan naar Rupt. Ja, nou kom op. Nou, Gert zei het al, een beetje tegenlicht. Het blijft mooi, toch? Ik ook. Ja. Tegenlicht. Ik heb vandaag helemaal niet gefilmd. En omdat dit het laatste moment is dat ik nog heb ik een film. Hè? Ik heb ook helemaal geen foto's gemaakt vandaag. Nee. Dus ben ik even aan het filmen dat Ger het boekje aan het invullen is. Ger? Ja? 1001. 1001, 1002, 1003. Parachute. Openingsschok. Ja. Heb ik een square? Yes. Ga ik recht vooruit? Yes. Heb ik een spider? Heb ik een spider? Wat dan? Heb ik een twister? Heb ik een twister? Yes. Heb ik een twister? Ik heb hier spider gezet. Heb ik een twister? Yes. Heb ik nu een twister? Nope.
Stuurtokkels. Nee. Ja. Nou, dat is onze laatste camping. Dit is zaterdagochtend. Onze laatste camping bij de boer in Elslo, hè? Ja. En dan gaan we naar de Muiden. En dan ga ik weer even de bierloop lopen. Nou, het afval is weggebracht. En Ger gooit dan even het hek open. En dan gaan we. Deurtje dicht. Oké, okay, we gaan. Het is al lang hoor, zo uit het vliegtuig ja? Zitten. Nou. Hè? Ready? Yes. Go. Yes. 1001, 1002, 1003. Parachute. Schok. Yes. Heb ik een square. Yes. Ga ik recht vooruit? Yes. Heb ik een twister? Yes. Ik ben aan het oefenen, ik kan er ook niks doen. dan ben ik mijn appere pootjes kwijt. Oh ja, stuurtokkels. Is mijn slider down? No. Stuurtokkels. Is mijn slider down? No. Hoogte? Oh, hoogte. 1000. Noodprocedure. Ja. Kijken, pakken. Ik doe het niet meer hoor. Nou, doe. 1000. Noodprocedure. Duiken. 1000. 1000, ja. Kijken, pakken. Kijken, trekken. Pakken, trekken. 1001, 1002, 1003. Parachute.